de Sint is in het land. En hoewel de intochten dit jaar niet doorgaan vanwege corona, gaat de discussie over Zwarte Piet niet stilletjes aan ons huisje voorbij. In Alkmaar kan je bij dit restaurant eten bestellen dat wordt bezorgd door Zwarte Pieten. Er is natuurlijk heel weinig nu met de intocht van Sinterklaas en met de Zwarte Pieten. En wij dachten, nou, om toch de kinderen dat gevoel te geven, dan brengen wij het eten met drie Zwarte Pieten thuis. Om de kinderen toch de intocht te laten meemaken, alleen op een andere manier. Had je niet, toen je dit idee bedacht, in je hoofd, het zou wel eens reacties op kunnen leveren? Nee, want Zwarte Piet is bij ons zo positief, dat je bijna niet kan voorstellen dat iemand daar negatieve gevoelens bij heeft. En daarin staat ze niet alleen, want ook het Alkmaarse Sinterklaascomité was dit jaar nog niet van plan om een intocht te organiseren zonder de traditionele Zwarte Piet. Qua Zwarte Piet zou toch wel 20-30% Zwarte Piet zijn. Ik merk gewoon dat uit onze groep dat er toch steeds minder mensen zeggen van nou, wij willen echt helemaal zwart. Het mag ook roetveeg zijn, maar ja, we hebben en. We hebben en de Zwarte Pieten en de roetveegpieten. Onbegrijpelijk vindt Bastiaan de Leeuw van GroenLinks, die ook zeker niet achter de Zwarte Pieten bezorgservice staat. Bizar. Er is ook een hele grote groep mensen die zich gediscrimineerd voelt. Die zich het heel onprettig voelt. En wat voor statement wil je er in godsnaam mee maken? Ja, ik bedoel, ik ga daar mijn eten in ieder geval niet meer bestellen. Ingmar Leijen van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzocht het draagvlak voor Zwarte Piet onder Nederlanders. En zegt dat je dit... Zwarte Pieten bezorgservice, Kleine Waarheid in Alkmaar, goedenavond. Als ondernemer in de Randstad niet meer hoeft te proberen. Ik denk in Amsterdam dat dit niet meer zal gebeuren. Daar is ondertussen de mening zo veranderd. Hè. In de grote steden is de mening echt dat we het moeten aanpassen. Dus ik denk niet dat je in de grote steden daar met een algemene bezorgservice nog wegkomt. Maar in Alkmaar dus, amper 30 kilometer verderop, is dit de reactie. Ja. Goedenavond. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. Met alle maatregelen en de intochten die niet doorgaan fysiek. Is dit toch wel heel gezellig dat ook af en toe kan. Hoe kan dat? Omdat Alkmaar waarschijnlijk wat hoger scoort op conservatieve waarden dan de Randstad, gemiddeld genomen. Dat er meer mensen zijn die belang hechten aan het houden van dingen zoals ze zijn. Daarnaast kom je ook meer in aanraking met mensen met een andere huidskleur in de grote steden. Waardoor ook het draagvlak voor aanpassing groter zal worden. Wat hier staat, dat zal grotendeels door de Zwarte Pieten gebracht worden, denk ik. Ja, en daar komen straks natuurlijk bestellingen nog bij. Dit is de eerste lading, dus ik denk wel dat het een hele volle avond wordt. En hoe meer we naar 5 december gaan, hoe meer het ook gaat worden, denk ik. Als het aan GroenLinks ligt, verdwijnt Zwarte Piet na 2020 helemaal uit Alkmaar. Kijk om je heen, open je ogen. Alle grote bedrijven, alle winkels, media, alles is aan het stoppen met Zwarte Piet. Dus laten we hier in Alkmaar ook stoppen. En laten we niet de allerlaatste zijn die hier nog Zwarte Piet heeft. Ik denk niet dat het iets is waar wij dan, als je het later terug op kijkt, trots op zijn. Maar het Sinterklaascomité vermoedt dat dat nog iets langer zal duren. We hebben de pro-mensen en we hebben de tegenmensen. We willen iedereen een beetje te vriend houden. En iedereen met Sinterklaas in tocht het feestje laten vieren. Dus het wordt steeds minder. En ik denk misschien 1-2 jaar. Wellicht dat er over 10 jaar nog steeds mensen zijn die Zwarte Piet willen hebben op hun Sinterklaasfeest. Dat zou me niet verbazen. Maar ik denk dat die groep vrij klein is. Terwijl de grote meerderheid zal denken van nou, laten we gewoon doen waar mensen het minste aanstoot aan nemen. Wat mij betreft blijft Zwarte Piet gewoon zwart en Sinterklaas wit. En als mensen het anders besluiten, dan vind ik het ook prima als Sinterklaas zwart is en de Pieten wit. Maar wij houden het zo. We doen het zeker niet om bepaalde mensen te kwetsen. Dat is absoluut ook niet een vooropgezet plan. Iedereen moet gewoon hier welkom zijn. Hey, gaan we naar binnen toe, dan kunnen jullie lekker eten. Ja, dus eten bedankt. Nee, ik smaak jullie ook bedankt. Ja, doei. Doei. Doei.